Nou, we zijn al heel aardig eind op weg om de onthulling van het gedenkteken op 24 maart te realiseren. Ik moet zeggen, de gemeente Eindhoven is daar full speed mee aan bezig. Met alle... Bij Eindhoven Airport, hè? Nee, bij Vliegveld Eindhoven. Oh, zo moet ik zeggen. Ja. Sorry, want ja, anders worden de militairen boos. Ja. We hebben Eindhoven Airport, hè, de burgerluchtvaart, ja. En we hebben de vliegbasis. En daar komt het te staan. En daar komt het voor te staan. En dat heb ik al eerdere keren mogen. Hier zien we het, hè? Zo komt het eruit te zien. Zo komt het eruit te zien, ja. Ja. En de sokkel is nu praktisch klaar. En we zijn, de hele logistieke operatie is nu in de voorbereiding. Beveiligingsplan, bewegwijzigingsplan, catering, organisatie. En als ik dan één tipje van de sluier oplicht. We hebben ook eigenlijk, waar ik heel trots op ben, dat twee bekende orkesten uit Eindhoven daar een bijdrage aan leveren. Dat is het Koninklijk Le Mannenkoor La Bonne Espérance en de Philips Harmonie Orkest. Maar 24 maart wordt het gedenkteken onthuld. Ja. Betekent dat jullie de financiële hobbels die er nog lagen overwonnen hebben? Nou, daar wordt heel hard aan gewerkt. Daar wordt hard aan gewerkt. En, komt goed? Dat komt goed, ja. Hoe groot was het gat? Of mag ik dat nee, dat ga ik nog niet zeggen. Want daar geeft niemand wat aan. Maar het komt goed. Iedereen is daar meer dan 100% aan bezig om dat nu allemaal goed voor elkaar te krijgen. We zijn de afgelopen week ook bij de burgemeester op bezoek geweest. Nou, dan weet je ongeveer hoe de hazen lopen, zeg maar. Na dat bezoek had je het idee, het komt goed. Nou ja, daar zijn we met een goed gevoel weggegaan, in ieder geval, laat ik het zo zeggen. Ja, nou, dat is natuurlijk fijn, want dit mag natuurlijk niet op geld struikelen, toch? Ja, dat vinden we allemaal. Maar ja, het gaat nu eenmaal uiteindelijk wel om geld natuurlijk. Ja. Met al dit soort dingen.